We staan hier in Nieuw-Vennep omdat op de Vennepweg 443 de nieuwe koffieshop in Haalmermeer zou moeten komen. En we spreken nu met degene die die koffieshop zou willen beginnen, met Jessica Buter. We vragen haar eventjes, waarom wil jij een koffieshop beginnen in Nieuw-Vennep? Dat is een samenloop van omstandigheden geweest. Ik een eigen onderneming starten, superleuk. En het bericht in de krant dat er hier een koffieshop zou moeten komen in Nieuw-Vennep heeft mij bewogen om me in te schrijven. En vandaar een koffieshop. Ik heb affiniteit met de koffieshop. Kan jij die affiniteit met de koffieshop uitleggen? Had je er al één eerder misschien? Nee, ik heb er nooit één eerder gehad. Ik heb gewerkt in een koffieshop en ik ben zelf ook wel in een koffieshop geweest. Dus ik ben bekend met het fenomeen koffieshop. Voor mij is het niet negatief. Dus vandaar dat ik het leuk vind om dat ook hier te gaan beginnen. Een volgende vraag. Waarom juist dan deze locatie? De gemeente heeft een aantal gebieden uitgekozen waar je een eventueel pand zou moeten noemen. En eigenlijk is dit de beste locatie geweest om te kiezen en de gemeente is daar ook mee akkoord gegaan. Jessica, en wie gaat nou jouw koffieshop runnen? Doe je dat zelf? Ja, ga ik zelf doen. Waarschijnlijk samen met mijn partner, want ik denk niet dat ik hele dagen alleen kan werken, 7 dagen per week. Dus we zullen dat samen gaan doen, maar in eerste instantie ga ik dat doen. Ja. Je bent waarschijnlijk op de hoogte al van de kritiek die is losgebarsten over een mogelijke komst van een koffieshop aan de Vennepweg. Wat vind jij van die kritiek? Nou, tot nu toe is het best redelijk gegaan. En komt er kritiek van mijn directe buren. En ik snap dat zij aan het idee moeten wennen. En een koffieshop is sowieso voor mensen een taboe. En zij zien het als iets negatiefs. Dus ik begrijp dat ze kritiek hebben en ik vind de acties prima tot nu toe. Dat is onze discussie. Ik heb het geprobeerd uit te leggen. We komen bij elkaar, maar het blijft ons discussiepunt. Ik vertel het heel leuk en mooi en aardig, maar ja, zij willen daar niet bij en dat is prima. Kan jij misschien wat doen aan voorkomen van kritiek, bijvoorbeeld bepaalde maatregelen nemen? Op het moment van exploiteren zeker. Ja, wij gaan allerlei maatregelen nemen. Daarbij moeten we ook aan hele strenge eisen voldoen. Dus we moeten al allerlei maatregelen treffen tegen de overlast, stankoverlast, allerlei dingen. Het laatste wat ik wil is overlast veroorzaken. Ik woon hier zelf met mijn 3 kinderen. Dus dat is, daar doen we zeker iets aan. We staan hier aan de Vennepweg 437 bij Karin. Zij is een van de belangrijkste bezwaarmakers tegen de komst van de koffieshop in Nieuw-Vennep. En we vragen haar, waarom ben jij tegen de komst van de koffieshop? Wil ik wel graag nuanceren. We zijn niet per definitie tegen de komst van een koffieshop. We zijn tegen de komst van een koffieshop op deze locatie. De gemeente heeft heel duidelijk voorafgaand aan het plan voor de koffieshop ruimtelijke criteria opgesteld. Waar moet de koffieshop komen? Waar moet het dan aan voldoen? Een van de criteria is niet in een woonwijk of buurt. Daar zal die worden afgewezen. Nou, wij zijn toch van mening dat wij in een woonwijk of buurt wonen. Heel veel kleine kinderen hier, variërend in de leeftijd van 8 weken tot 2,5. Ja, vinden we toch niet een geschikte plek om dan een koffieshop te vestigen. Dat is een van jullie argumenten. Dit is een woonwijk. Ja. Maar in deze omgeving zijn er nog meer faciliteiten voor jongeren. Ja. Daar kan toch makkelijk een koffieshop bij? Nou, ook daarin zegt de gemeente, liever geen koffieshop in de buurt van jongeren. We willen het jongeren onder de 18 niet te gemakkelijk maken om aan softdrugs te komen. Aan de overkant van de koffieshop zit dadelijk jongerencentrum De Ring. Schuin aan de overkant zit jongerencentrum De Stip. En dan hebben we ook nog de scholen hier. De basisscholen op een afstand van, 250 meter. Het zal een meter onder de grens of een meter boven de grens komen. Maar heel dicht in de buurt van een basisschool. Bezwaar maken is natuurlijk de belangrijkste. Ik bedoel, dat is waar de gemeente wat mee kan. Maar we willen op allerlei mogelijke manieren aan de gemeente laten zien dat het ons wel heel erg menens is. En dat er een hele grote groep Vennepers achter onze actie staat. Om te beginnen hebben we aanstaande vrijdag 30 oktober een inloopavond in De Ring voor tegenstanders. Niet bedoeld als informatieavond, want ik heb geen informatie voor ze. Daarvoor zullen mensen echt bij de gemeente moeten zijn. Maar wel om bezwaren van bewoners te inventariseren. Om daarmee dan weer naar de gemeente terug te gaan. De raamposters is natuurlijk een heel duidelijk statement wat we maken. Er komen er echt steeds meer. We zijn er een kleine week geleden mee begonnen. En de halve buurt hangt hier vol met de nee bedankt posters.
En het is nogmaals niet de bedoeling dat waar mensen hele emotionele verhalen gaan houden en sit-in actie, maar gewoon informatie overdragen. Informatie overdragen. Natuurlijk is er de gelegenheid om onderling wel je emoties te uiten. Maar wanneer we een hele emotionele campagne gaan beginnen, daar schieten we niks mee op. We zullen met feiten moeten komen. We zullen moeten kunnen aantonen dat de gemeente, ondanks dat ze ruimtelijke criteria hebben gesteld, zich daar nu niet aan houden met de locatie van deze koffieshop. En Karin, vanwege de locatie, ja, hebben jullie zelf al alternatieven die je zou kunnen aandragen? Best moeilijk. Deze locatie in een woonwijk is geen geschikte, maar dat geldt natuurlijk ook voor Gertsenwoud en voor Linkwenda, trouwens iedere woonwijk in Nieuw-Vennep. Het is ook niet zo dat wij hem niet willen en als hij uit onze achtertuin verdwenen is, dat we achterover gaan hangen. Zo van, nou, dat is opgelost. Het zal nog best moeilijk worden om een geschikte plek te vinden. Maar er zijn wat braakliggende terreinen. Er komt waar het oude zwembad heeft gestaan. Wordt opnieuw heringericht. Nou, prachtige mooie plek, zouden wij zeggen, om daar een koffieshop te beginnen.